Een anonieme gever schenkt Museum de Bastei een iconische aanwinst. Het gaat hierbij om een schilderij van Jan van Gooien met een ouderwetse kijk naar het historische Nijmegen. Zo beeldt het schilderij de Valkhofburcht af uit de 17e eeuw. Met deze nieuwe aanwinst komt de geschiedenis van Nijmegen een stuk dichterbij. Museum de Bastei in Nijmegen heeft er een nieuwe aanwinst bij. Zo kregen ze een schilderij geschonken van een anonieme gever. Het schilderij is een originele Jan van Gooien en beeldt de Valkhofburcht af begin 17e eeuw. En daar zijn ze maar al te blij mee. Het is natuurlijk een heel bijzonder werk, een kostbaar werk ook, dat we dat hier in het museum mogen hebben, dat we dat geschonken hebben gekregen. Dus dat is natuurlijk ook echt fantastisch dat we dat daarvoor hebben. Ja, het is een weergave precies uit die 17e eeuw. Het moment ook dat hier ook nog die bastei hier stond in Nijmegen. Waardoor je het echt veel beter kunt zien en voor kunt stellen. Hier in ons museum heb je op dit moment eigenlijk alleen de resten die je nog ziet. En hier is het eigenlijk even een kijkje dat je neemt in die 17e eeuw hoe het er toen uitzag. Omdat Museum de Bastei zich plaatsvindt op de locatie van het kunstwerk, krijgen bezoekers een beter beeld van waar ze zich precies bevinden. Dat geeft het museumbezoekje een unieke ervaring waarbij je meegenomen wordt terug in de tijd. Voor ons als museum is het echt heel bijzonder, want op dit schilderij middenop staat de bastei afgebeeld. En dat is natuurlijk ook fijn voor bezoekers als je hier komt om je een beetje voorstelling te kunnen maken waar je bent. Want je liep hier ook voor de eerste keer hier door ons museum rond en je hebt allemaal muren en je voelt dat het oud is, maar je weet eigenlijk niet precies waar het is en wat het is. En hier, juist door dit schilderij, kun je dat veel beter duiden aan bezoekers. Dat het schilderij van Jan van Gooien nu in de bastei terug te vinden is, is te danken aan het Rijksmuseum. Zo was het in de eerste instantie aan hen aangeboden. Dit schilderij is aangeboden aan het Rijksmuseum door particuliere bruikleengevers. Maar het Rijksmuseum heeft zo'nzelfde soort schilderij van Van Gooien al in collectie. En daarom hebben zij contact opgenomen met Nijmegen en in eerste instantie bedacht misschien voor het museum het Valkhof. Maar die hebben al een heel groot schilderij van Van Gooien. En toen zijn ze bij ons uitgekomen om te kijken of wij geïnteresseerd waren in dat schilderij. De Valkhofburcht van Jan van Gooien is sinds 7 december onderdeel van de collectie van Museum de Bastei in Nijmegen, waar het schilderij een prominente plek krijgt als icoon van de stad en haar geschiedenis.